Hier achter mij in het ven, daar stonden de fotografen met statief, camera erop, laarzen aan, half in het water, om de mooiste plaatjes te schieten. En dat is ongelooflijk. Telkens is het raak. Mensen die het pad verlaten om een fotootje te maken. Het risico op verstoring van het dierenleven en plattrappen van zeldzame planten is dan ook groot. Nou, de mensen die buiten de paden gaan, die trappen uiteraard op plantjes die vrij teer kunnen zijn, die bijzonder zijn. Kwetsbare venranden hier in dit gebied. Daarnaast kunnen vogels opschrikken zodra je wat dichter bij de venranden gaat. En ja, dat is gewoon niet gewenst. Het is gewoon verstoring. Ook deze ochtend zijn er weer mensen buiten de paden om een uniek uitzicht te hebben voor een fotootje. De boswachter gaat er gelijk op af. Maar hij bevindt zich helaas wel op een plek waar het niet mag. Buiten de paden. Dit keer komt de overtreder er genadig vanaf. Maar dat gaat veranderen. Want in het kwetsbare vennengebied leven veel bijzondere plantjes die een gemiddelde fotograaf niet herkent. Ja, hier staat gewoon de zonnedauw. Je kan hem zo zien staan. Het is een mooi, beetje roodige blaadjes met van dauwdruppeltjes erop. Het zijn geen dauwdruppeltjes, maar het zijn een soort van kleefspul zitten op de blaadjes om eigenlijk vliegjes mee te vangen. Dus een vleesetend plantje. Vandaar dat de boswachters extra gaan controleren of er niemand buiten de paden loopt. Al was het maar voor een fotootje. Nou, er zijn plantjes die daar gewoon niet tegen kunnen, die daar echt gevoelig voor zijn. En die wil je niet plattrappen.